Ja, we zijn hier bij Excelsior 20 en handbalvereniging DWS in Schiedam. Hier organiseren we de Sparta Rotterdam Cup voor onder 11 teams. Vandaag zijn er 24 teams die deelnemen aan dit toernooi. En zoals jullie misschien kunnen zien, op dit toernooi organiseren we eigenlijk voetbalwedstrijden op drie verschillende ondergronden. Dat is kunstgras, dat is straat en dat is zand. En dat doen we eigenlijk om ervoor te zorgen dat de kinderen leren omgaan met de bal op verschillende ondergronden. Dus je kan je zo voorstellen, op de straat stuitert de bal net wat anders en dat vraagt weer wat anders van je aanname, van je paas. Maar hetzelfde in bijvoorbeeld balans. Dus op het moment dat je op straat een duwtje krijgt, dan moet je toch anders balanceren om uiteindelijk niet op straat te vallen. Wat je misschien op het kunstgrasveld wel kan. Dus dat doen we hier vandaag. Dus naast dat het met heel lekker weer voetbal is, is het ook gewoon een soort les tijdens het spelen? Ja, precies. Daarbij is het ook nog zo dat we met een extra regel spelen. Dus de trainers die mogen niet aancoachen tijdens de wedstrijden. En dat maakt dat het spel echt van de kinderen is. Dus de kinderen moeten zelf oplossingen verzinnen. Op het moment dat ze vinden dat wat anders moet gaan, dan zullen ze hun teamgenoot moeten gaan aancoachen. Dus daarin vragen we heel veel zelfstandigheid van de spelers die meespelen aan dit toernooi. En wat hoor je dan nu van trainers hier en van spelers? Zijn die positief? Ja, allereerst hoor je dat het heel rustig is rondom de velden. Dus dat zullen jullie misschien nu ook zo ervaren. Maar wat je ook merkt is dat de kinderen uit zichzelf toch in wedstrijdje 2, wedstrijdje 3 andere spelers gaan aancoachen. Omdat ze toch alles eraan willen doen om dat wedstrijdje zo goed mogelijk af te sluiten. Dus je ziet dat de kinderen elkaar gaan proberen te helpen. En dat is gedrag dat wij zeker bij deze leeftijd van kinderen heel graag zien. Zodat ze dat verder kunnen ontwikkelen. En welke clubs zijn er nu allemaal betrokken bij dit evenement? Ja, dat zijn eigenlijk heel veel amateurverenigingen uit de regio Rotterdam en omstreken. Daar zitten onze partnerverenigingen bij, maar dat zijn ook een aantal andere amateurverenigingen die we speciaal voor dit evenement hebben uitgenodigd. En we zijn blij dat ze allemaal erbij zijn, want we hebben ruim 24 teams. Dus je kan je zo voorstellen dat een heleboel spelers zijn die vandaag gelukkig naar huis gaan.